Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op het kanaal van Bit. Voor de verkiezing van het leukste oude paard van Nederland van Stichting De Paardenkamp en Bit mag ik vandaag op pad naar Nushika en naar Mary Lily. Ik ben super benieuwd, dus ik zeg laten we gaan. Dit is Lily. Lily is 31. Is een paard wat heel veel karakter heeft, vind ik zelf. Ik heb haar 15 jaar geleden gekocht. Toen was ze 16. Dat was al aardig op leeftijd, maar daardoor voor mij betaalbaar. En toen dacht ik van, nou, als ik er nou nog een veulen van fok, dan heb ik er nog een paar jaar plezier van. En dan doe ik er lekker met pensioen, dan heb ik wat aan het veulen. Nou, eigenlijk is ze tot nu toe nog niet op pensioen gegaan. Ze heeft nog steeds een berenconditie en ik rijd er nog 3 keer in de week. En tot op een paar maanden geleden reden we er zelfs nog duinritten mee. Alleen begin januari zijn we erachter gekomen dat ze toch een klein beetje Cushing heeft. Dus sindsdien doe ik wat rustiger aan. Ja, ze heeft enorm last van terugwegadrenaline. Dus op de terugweg is het niet echt rustig meer. Dan gaat ze in de 10e versnelling en dan heeft ze zoiets van, we gaan weer naar huis. En als ik dan met mijn andere paardjes ben, dan wil ze voorop en dan wordt het een soort wedstrijd. Dus wat dat betreft moeten we er wel een beetje rustig houden af en toe. Ze is eigenlijk super lief, maar het is wel een paard wat enorm voorwaarts is. Dus dat is wel heel lekker, maar ze gaat vanzelf. Ik zeg altijd, ze moet wel altijd even op stoom komen, het is net een stoomlocomotiefje. Dus de eerste 10 minuten heeft ze zoiets van, nou, dat, en zeker nu ze wat ouder wordt. Het gaat wel, maar zodra ze dan op stoom is, dan stapt ze lekker door. En nou, wat ik net al zei, als je omdraait, dan moet je er echt even bij je houden. Want dan denkt ze, oké, nu gaan we. Ze is gek op peen. Als ik er dus voer in de bak doe, dan weigert ze te eten zonder dat er peentjes in liggen. Dus ze staat echt te wachten zo van, nou jongens, komen die oranje dingen nog? Want anders begin ik hier niet aan. Dat zijn van die dingen die... Ja, heel leuk, die ik heel leuk vind aan haar. Verder is, staat ze 's morgens al te stampen van de wilse plant in. En als we teruggaan uit het land komen, dan moet ik er ook echt voor zorgen dat ze rustig de stal in gaat. Want het liefst rent ze de stal in. En zeker nu ze wat ouder wordt, heb ik zoiets van, doe maar even normaal. Want straks val je en dan gaat het helemaal niet goed. Ja, verder heb ik carousel met haar gereden. Dat vinden we allebei, vonden we allebei heel erg leuk. Ooit 1 wedstrijdje met gereden, maar toen kwam ik erachter dat de wedstrijd rijden niet leuk vond. Zij vond het waarschijnlijk wel leuk, maar ik vond er echt geen klap aan. Dus daar ben ik heel gauw mee gestopt. Verder doen we heel veel buitenritten. Dat vindt ze gewoon heel erg fijn. Leuk. Ze wilde nog even een aandacht. Hallo, dan. Die mag in de bloepers. Ja. En door. Ja. Nou, we hebben hier natuurlijk een privéstalletje. Ze staan met z'n drieën en ze staat in de zomer en in de winter de hele dag buiten. En ik denk dat dat gewoon voor paarden onwijs belangrijk is. Zeker ook voor vriezen, want die worden in principe niet zo oud. En gewoon om dat beengestel goed te houden, ja, moeten ze gewoon blijven bewegen. En dat heb ik eigenlijk ook geprobeerd. Gewoon zo lang mogelijk blijven rijden. Heel langzaam afgebouwd, zeg maar een dag per jaar, zeg maar. En verder probeer ik er met voer zoveel mogelijk goed te laten eten. Ze krijgt selene en vitamine E al bijna zolang ik er heb. En olie. En verder peentjes, want anders eet ze niet. ik denk dat gewoon een paard stilzetten als het nog gezond is, is gewoon niet goed. Dus gewoon lekker laten bewegen. Nou, waarom verdient ze het om het leukste oude paard van Nederland te worden? Ik denk omdat dat het sowieso bijzonder is dat het waarschijnlijk de oudste Fries van Nederland en misschien zelfs wel ter wereld is. Daarnaast is het gewoon zo'n super lief paard, maar zo voorwaarts. Ik heb altijd gezegd van zo'n paard krijg ik nooit meer. En dat heb ik vanaf het begin af aan gedacht. En dat denk ik nog steeds. Ze is super lief, voorwaarts. Gewoon een ontzettend gaaf paard.